Hallo, in deze video wil ik eigenlijk mijn methode bespreken of laten zien hoe ik een verfroller schoonmaak. Of een vachtroller moet ik zeggen. He, maar het is belangrijker dat je dus een verfroller koopt. Je koopt een goede vachtroller. He, ik bedoel hier eigenlijk mee voor het sausen van een muur of een plafond. En wat is er dan mooi dat je daar een paar jaar mee kunt doen. Ik heb echt verfrollers in mijn auto liggen die meer dan 10 jaar oud zijn. Dat geloof je niet, maar het is wel zo. Als je gewoon het spul goed onderhoudt, kun je er echt heel, heel, heel lang mee doen. Kijk, maar als je met een verfroller begint die al wat vuil aan zit, ja, dan ben je al verkeerd bezig, zeg ik altijd. Hè. Een goede voorbereiding is gewoon heel belangrijk. Als je voor het eerst een nieuwe verfroller of een vachtroller koopt, ga dan eerst met een tape eromheen, hè, zodat de losse pluisjes eruit gaan of maak hem iets nat. En rollen we even af. En dat doe je altijd met een nieuwe verfroller. Maar goed, als je dus een verfroller hebt gebruikt, is het belangrijk dat je een verfroller goed gaat schoonmaken. Nou, weet je hoe ik dat altijd doe? Dat is altijd heel, heel simpel. Ik doe het heel snel en actief. Voordat ik begin, haal ik de beugel eraf. Dus de roller apart en de beugel eraf. De beugel schrob ik hem schoon met zo'n borsteltje. En dan de verfroller laat de kraan stromen met koud water. Geen lauw water gebruiken, want de latex die gaat dan klonteren aan je verfroller. Dus gewoon koud water gebruiken. Nou, en dan pak ik mijn wijs en mijn duimvinger. Kijk zo. Ik hoop dat jullie zien kunnen. En daar doe ik de roller tussen. En ik laat de kraan laat ik stromen. En ik draai de roller met mijn andere hand steeds. In het rond. En met deze duim en wijsvinger knijp ik het gewoon aan. Dus ik knijp als het ware het water weg. En dat doe ik iedere keer van boven naar beneden. En andersom. Ik draai hem iedere keer om. En net zo lang kun je wel zien. Ja, als het water, zeg maar, wat eruit gaat, wat helder wordt. En bijna niet meer wit is. Dan kun je ervan uitgaan dat je verfroller schoon is. Dus tussen wijs en duim. Knijp je de roller vast, je laat de kraan stromen, je knijpt met je wijs en je duim als het ware het water naar beneden en je rolt met je linkerhand, rol je als het ware door die holte heen en dan ga je net zo lang door dat alle latex is verdwenen, dat er helemaal geen witsel meer in zit. Nou, als je dat gedaan hebt en er komt totaal geen troebel water meer uit, om het zo maar te zeggen, dus wit water. Dan pak ik meestal die verfroller of die vachtroller. Ik doe hem even in een doek. Ik ga ermee naar buiten, zwaai ermee heen en weer. Of ik schud hem uit. Een van beide. He, dat het laatste water er bijna uit is. Nou, dan leg ik hem meestal op een radiator. Doe de radiator wat omhoog. En ik rol hem om de 10 minuten even om. En daarna 2 uurtjes is het gewoon droog. En daarna gewoon droog bewaren. Nou, als je dat doet. Dan zul je zien dat je echt heel veel plezier hebt van je verfroller. Je kunt hem iedere keer gewoon weer gaan gebruiken. Je hoeft niet steeds weer een nieuwe te kopen. En je hebt nog heel veel jaren plezier mee. Dus je kunt natuurlijk ook zeggen van ik koop iedere keer een nieuwe roller. Dat is gewoon vind ik niks aan. Maar goed, moet kijken wat je dat allemaal kost. Een goede verfroller kost een gauw 10 euro. Zonder beugel. Een goede beugel natuurlijk kan je weer gebruiken, dat snap ik. Maar neem er maar even mee aan. Koop gewoon een eenmalig een verfroller, hè, voor structuur, hè, muren met structuren. En koop eens een keer eenmalig een goede verfroller voor gladde muren. En dan nog een kleintje erbij van 10 centimeter. En als je die zo schoonmaakt op mijn manier, heb je er echt jaren, jarenlang plezier van. En als je ze goed schoonmaakt en goed droog bewaart, ja, dan kun je er echt heel lang mee doen. En je hoeft niet iedere keer naar de winkel te gaan om een nieuwe verfroller te kopen. Dat is gewoon grote onzin. Gewoon, het is een kwestie van een half uurtje weer klaar. Dus hoe heb je nog jarenlang plezier van je verfrollers. Nou goed, ik ben ook benieuwd dat er ook andere, natuurlijk zijn er andere methoden, dat begrijp ik ook wel. Ben ik heel benieuwd naar wie doet het anders. Nou, laat me het gewoon weten. Schrijf je reactie hieronder, onder deze video en laat me weten hoe jij het doet. Ik ben er heel nieuwsgierig naar. Kijk, mijn methode, ik weet gewoon dat die goed is, maar als jij zegt van hey, ik heb het nog veel makkelijker, Piet. Nou, laat mij dat dan weten. En schrijf gewoon een reactie. Schroom niet, schrijf gewoon een reactie onder deze video. Zodat we dit met iedereen kunnen delen. Maar ik heb schilderwerk opgezet dat ik jullie zelf leer schilderen. Maar ook
dat je scherp in kunt kopen, maar ook dat je de producten goed zelf gaat verzorgen, zodat je niet geen nieuwe hoeft te kopen. En ik weet het, bij sommige winkels of bouwmakken zijn die dingen spotgoedkoop. Misschien kost het maar een paar euro, maar elke euro die je kunt besparen is er één. Dus onthoud goed, je verfrollers altijd goed schoonmaken en doe het zoals ik het heb verteld. Goed, mochten jullie nog vragen over hebben, laat me het weten door een reactie achter te laten. Nou, ik wens jullie veel succes met het schoonmaken van je verfroller.